Het begon bij een flyer die langskwam. En toen een vriendin die cohort 1 ook gedaan had. En het leek erop alsof het universum bij elkaar kwam. En we gewoon zeiden van luister, nou doe het. Elk traject binnen je business eigenlijk door One Shot geleid wordt. En je krijgt de kans om met professionals aan tafel te zitten. En te kijken, hey, waar kan ik mijn bedrijf een beetje aanpassen? En daar stond ik dan. Voor de investeerders. Ja. En mijn oor deed het niet. Oh my god. Dus je hebt ook niet geluisterd naar die mensen. En de dag ervoor had ik oorontsteking of weet ik veel wat. En de senior die sloegen op hol. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon gedaan wat ik moest doen. En net als wat Arthur zei, echt one shot. En in mijn hoofd heb ik het is one shot. Het is echt maar één keer dat ik dit kan doen. Ik dacht, oh my god. Die 3 minuten zijn al om. Ik heb niet eens gezegd waar ik naar vraag. Ik heb niet eens aangegeven wat mijn investment zou moeten zijn. En enthusiasm. En motivation, girl. Keep on doing it. Thank you, Antje. Maar het is gewoon een hele goede combinatie geweest tussen jullie twee. En very beneficial for her. En ook satisfaction, niet voor jou. Want dit is waarvoor je het doet. Je wil dat mensen gewoon hoger hoogte gaan met hun idee, hun business. Om een laatste even mee te geven voor de mensen die volgen. Kijk, we leven zeker in Suriname nu in een tijdperk waarbij het belangrijk is voor ons allemaal om na te gaan welke bijdrage we kunnen leveren. De bijdrage niet alleen maar aan onze economie, maar vooral die bijdrage aan onze next generation. Mm-hmm. Want als je kijkt en ziet wat er nu gebeurt met de generaties die eigenlijk alles nu moet overnemen, dan zie je dat er heel weinig is waar ze zich echt mee kunnen gaan ontwikkelen. En wij moeten gewoon daarvoor ze zijn. En via onze innovatieve ideeën dat allemaal beginnen op te zetten. Zodat zij daarmee verder kunnen gaan. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren Renato Archer en Jaya Jarvis bij ons in de studio. Renato Archer is de oprichter in Suriname voor One Shot Investment Acceleration in Suriname. En het is een programma die 10 weken of dat 10 weken duurt, dat je gewoon coacht en begeleidt op verschillende aspecten. Als jij als investeerder of degene met een briljant idee zit en denkt dat je gewoon hulp nodig hebt, dan is One Shot gewoon het bedrijf voor jou dat je daarbij helpt. Jaya is het succesverhaal. Zoals je meer wil weten, ga gewoon gauw naar de Facebookpagina. Ze hebben ook een website. Alles staat daar. Cohort 3 gaat straks starten. Geef je gauw op. Als je vragen hebt, stuur ook gewoon direct een WhatsApp berichtje. They will guide you through the whole process. And before you know it, you will accelerate to the top of wherever you want to be. So just do it. And remember, your time plus my time is Q time.